neem altijd mijn tas mee, waar ik ook heen ga. Alleen als ik ga buiten spelen of zo, dan neem ik hem niet mee. Als ik zeg maar naar mijn familie ga, dan neem ik gewoon die tas mee. Ja. Dus mijn insuline laat ik me spuiten. En toen ik 5 jaar was, was ik heel ziek. En ik had een droge mond, droge lippen. En ik was bij mijn oma thuis en ik was echt gewoon moe. Ik ging veel naar de wc. Al snel werd in het ziekenhuis geconstateerd dat Hamza diabetes type 1 heeft. Nee, ik begreep er eigenlijk gewoon niks van. Maar toen op een gegeven moment dacht ik van Hamza gaan prikken. Hamza van, dit mag je niet eten. Hamza, opletten. En daarvoor at ik gewoon en snoepte ik gewoon. Maar op een gegeven moment was echt alles op zijn kop. Want dan stel je bent gewoon met familie of met vrienden of zo. Dan moet je echt gewoon echt extra op gaan letten op je suiker. Terwijl je gewoon met je vrienden bent en met je familie. En dat was niet zo prettig. Ik ben er gewoon nu gewoon aan gewend. Nou is het niet meer zo'n groot probleem. Als mijn moeder nu gewoon tegen mij... Ja, af en toe heb ik van dat ik veel te veel eet. En dan zegt mijn moeder ook van, Hamza, pas op. Maar nou ben ik er gewoon aan gewend. Hoi, Hamza. Hey. Hamza komt regelmatig op controle bij de kinderdiabetesverpleegkundige. Marieke van Dreven heeft al veel patiëntjes voorbij zien komen. De ene is pakt het eigenlijk heel, heel goed op. Althans, dat lijkt in eerste instantie. En de ander is echt helemaal aangeslagen, zeker zo'n eerste moment. Maar goed, ik bedoel, bij allebei is het natuurlijk een gigantische impact op het hele leven. Je zit minimaal 4 keer op een dag zit je bloedsuiker te prikken. Maar ja, de meeste kinderen zitten soms al op, of heel, de ouderen ook wel, die zitten op 5 keer, 6 keer, 7 keer. Hey, ik ga me eventjes uitlezen. Marieke kan de waardes van de afgelopen periode van de meter aflezen. Zo kan ze zien of Hamza zijn bloedsuikerspiegel onder controle heeft. Nou, even kijken naar je lijsten. Het is wel handig hè, dat je dat zo uit kan lezen. Volgens mij zien ze er veel en veel en veel beter uit. Hamza. Ja, dat vind ik ook. Mijn moeder ook. Super. En ik ben ook 2 kilo aangekomen, dus ik weeg nu 52. Ja. Gaat hartstikke goed, joh. Ja. Dus als jij je bloedsuikers op redelijk niveau houdt, dan heb je veel minder kans op latere complicaties. Late complicaties krijg je doordat je bloedsuikers, je bloedvaat, allerlei organen in je lichaam kunnen aantasten. Waar ga je op letten? Dat mijn naalden schoon zijn. Ik heb hier 3 strepen. Dat staat hier dus. Ja. Dat ik hem nog 3 keer kan gebruiken. Ja. En zoals nu, dan moet ik hem weer opnieuw gebruiken. En je handen? Ja, qua hygiëne moet ik nu mijn handen wassen. Dit is met die stripje waar ik mee. Stripje gaat erin. Stripje gaat erin. Ja, dus ik krijg een kolen komt er te zien. Hè? Wat ik hier nu zie is dat je heel veel op dezelfde vinger prikt. Ja. Waarom doe je dat? Ik weet niet. Weet je waarom ik denk dat je dat doet? Nou, omdat met de pijn. Ja, ik zou wel even misschien hem iets op een lager stand neerzetten, Hamza. En dan meer ook je andere vingers gaan gebruiken. Goed aan de zijkant van je vinger. Oké, rustig. Ja. 9,6. Dat is redelijk goed, hè? Ja. Hartstikke goed, joh. Zie je. Hoi. Dag. Dag Hamza. Tot Hamza. Hoi. En kun je nog wel een normaal leven leiden als je diabetes hebt? Ja. Ja. Eigenlijk kan iedereen gewoon een normaal leven leiden. Absoluut. Ja.